Als ik zeg cultuursmakers, dan ben je misschien nog niet helemaal mee. Maar als ik zeg VTB, oftewel de Vlaamse Toeristenbond, dan gaat er waarschijnlijk wel een belletje rinkelen. Zij vieren hun 100-jarig bestaan en dat doen ze deze zomer hier in het Zuiderpershuis in Antwerpen. Toerisme, cultuur, ja, dat is wel my cup of tea. Dus we gaan eens een kijkje nemen. Hè. Welkom bij een nieuwe aflevering van Op Stap. Griet, we zien het hier, hè? De Vlaamse Toeristenbond. Schitterend, Vlaamsche dan ook nog. Dus de VTB. Jullie bestaan 100 jaar en daarvoor zijn jullie van naam veranderd. Dag, op onze 100ste verjaardag, kregen wij de naam Cultuursmakers. Want wij zijn in die 100 jaar echt wel geëvolueerd van een vereniging die vooral met toerisme bezig was in eigen land, naar een brede sociaal-culturele vereniging voor iedereen die zin heeft om van cultuur te genieten. Oké, maar ik ken, en ik denk heel veel mensen met mij, VTB van VTB, VAB. Hoe zat dat huwelijk tussen jullie en de automobielclub? Wij zijn gestart in 1922 als Vlaamse Toeristenbond. En in 1924, twee jaar later, is ook de Vlaamse Automobilistenbond opgericht. Je moet je voorstellen, toerisme, dat was per fiets, dat was wandelen. Maar ook die beginnende wagen was een product of was iets dat gebruikt werd in dat toerisme. Maar we hebben als VTB, VAB een gemeenschappelijke geschiedenis tot in de jaren 80. Ja. En daarna zijn we echt wel elk een eigen kant uitgegaan, waarbij VAB een commercieel pechverhelpingsverhaal is en wij een sociaal-culturele vereniging, gedragen door een duizendtal vrijwilligers. Ja. En vandaag willen jullie dus mensen laten proeven van cultuur, cultuursmakers? Cultuur in al zijn vormen, want we zien het heel breed. Onze groepen organiseren heel veel verschillende soorten activiteiten, maar ze gebeuren altijd in groep of samen, want we denken dat cultuurbeleven gewoon veel plezanter is als je dat samen kan doen. Oké. We flitsen even terug naar 1922. Je hebt 3 jaar van je leven gespendeerd aan deze tentoonstelling om stukken te selecteren die hier dan worden tentoongesteld. Je bent door het archief gegaan. Hoe ben je dan te werk gegaan? Ja, eerst en vooral heb ik een kampeertent in het archief gezet. Wat? Omdat het archief zo groot is dat ik het toch echt nodig vond om daar dag in dag uit ter plaatse te zijn. Het archief is meer dan 180 strekkende meter. Wat houdt dat nu eigenlijk in? Meer dan 1500 archiefdozen. Wauw. Met allemaal alleen materiaal van de VTB. Wauw, dat is ongelooflijk. Nu heb ik dat beeld dus voor mij. Jij met een kampeertent tussen die archieven. Zeer raar trouwens. Nee, maar hoe kies je de stukken die je wel of niet tentoonstelt? Want er zijn er zoveel om uit te kiezen. Ja, het verhaal van de VTB in 100 jaar, dat is natuurlijk een chronologisch verhaal. En er zijn bepaalde momenten, bepaalde breukmomenten geweest die het natuurlijk voor mij gemakkelijker maakten om daar toch een lijn, een grote draad of een rode draad in uit te stippelen. Zoals? We beginnen met de Vlaming te leren reizen en dan na de Tweede Wereldoorlog zien we die rol van de VTB veranderen naar gelang het massatoerisme meer en meer ingang begint te vinden en meer mensen zich toch echt als een volwaardige toerist kunnen gaan plezieren in het binnen- en het buitenland. Oké, wat zien we hier? 0,0 comfort. De remmen die zijn precies ook niet aanwezig. Wauw, en hier trok de Vlaamse toerist dus mee op pad. Kas. Jawel, geweldige tijd. Iedereen altijd prachtig in kostuum. Ze hadden een strikje aan, een bolhoed en zo verder. En dan volledig uitgedost die Vlaamse velden in fietsen. Toch op zoek naar nieuwe ontdekkingen, nieuwe gemeentes, nieuwe dorpjes die ze een keer konden gaan bezoeken. Mm-hmm. En die wimpels, die waren er ook bij? Ja, zeker. Dat was een richtlijn van de vereniging. Ze wilden toch zoveel mogelijk reclame maken. Ze zagen ook hun fietsers eigenlijk als fietsende reclameborden. Dus dat was goede promotie. Om al zingende VTB'ers volledig uitgedost met vlag en wimpel de Vlaamse wegen te zien trotseren. Wat ik me dan nog afvraag, waarom was er nood aan zo'n ding, hè? Een Vlaamse toeristenbond? Waar komt dat idee eigenlijk vandaan? Wel, het zijn eigenlijk 3 gasten die een zot idee hadden opgesteld, omdat al voor de oorlog, voor de Eerste Wereldoorlog, bestond al de Franstalige Touringclub de Belgique. Dus, zoals ik zeg, Franstalig, weinig in het Nederlands. Heb ik het juist als ik zeg dat de Vlaming op dat moment moest opgeleid worden
in vakantie, in vrije tijdsbesteding of wat? De meest vanzelfsprekende dingen voor ons nu, gewoon bijvoorbeeld hier zien we wandelen. Ja, er werden zelfs richtlijnen gegeven om te wandelen. Het is heel gemakkelijk als zijn van haal adem door je neus en door je mond om je longcapaciteit te verbeteren. Of dames, draag geen hakken tijdens het wandelen, want dat is misschien toch niet de beste schoenkeuze geweest van allemaal. Ja. En nog iets anders bijvoorbeeld was de zakapotheek. Dus wat wij natuurlijk heel vanzelfsprekend vinden om een apotheekje mee te nemen op reis. Ja. In die tijd was dat nog helemaal niet. Mensen wisten niet dat als je bijvoorbeeld pikant eet, dat daar een pilletje voor bestaat. Dus dat was een van die kleine dingetjes. Dus het was echt een opleiding tot reizen eigenlijk dat jullie gaven? Echt een opleiding tot toerist, ja. Oké, schitterend. Als ik de kilometerteller mag geloven, staat hier amper 185 kilometer op. Dat hebben ze sowieso teruggedraaid. Die kerels van de VHB. Het zijn KDN, Maar hé, iconisch, hè? De Renault R4 van de VHB. En dat was natuurlijk het gevolg van jullie huwelijk, VTB met VHB destijds, toen pechverhelping nodig werd op de baan. Ja, effectief. Na de Tweede Wereldoorlog meer en meer mensen beginnen met een auto te rijden. Logischerwijs, er beginnen meer en meer accidenten te gebeuren. En de VHB begint stilaan door te krijgen. Misschien moeten we toch een professionele pechverhelpingsdienst in het leven roepen. Want een touring die had al na de Tweede Wereldoorlog, die had al een professionele pechverhelpingsdienst. Maar de VHB had eigenlijk beslist, ja, eigenlijk zijn er genoeg garagisten in de buurt waardoor we dat niet moeten doen. Dus wat hadden ze in het leven geroepen? Een vrijwillige dienst. Dus zoals je ziet, mannen stonden gewoon eigenlijk op een autosnelweg. Die stonden rond te speuren en te kijken van, is er iemand tegen een boom gereden? En zo ja, kan ik die in hen helpen? En tegelijkertijd ook een VHB-lidmaatschapkaart aansmeren. Ah ja, uiteraard. U bent jammer genoeg geen lid. Het gaat u wel zoveel meer kosten. Dat weet ik nog. Al het harde werk van deze manier, Cas Swerts, heeft geleid tot een prachtig boek. 100 jaar trippen. Een geweldige titel eigenlijk. Daar heb je veel tijd in gestoken. Ja, heel veel tijd eigenlijk. Omdat we zoveel materiaal nog hadden dat we niet in de tentoonstelling hebben kunnen tonen, hadden we beslist van misschien toch ook nog alles bundelen in een boek waar we nog dieper ingaan op bepaalde anekdotes, op bepaalde gewoontes uit het toerisme die nu niet meer vanzelfsprekend zijn. Cas, bij een boek, daar hoort uiteraard een signatuur bij. Ik heb hier een stilo. Zou je het voor mij willen signeren? Ik heb hier een aantal prominente figuren uitgenodigd. Twee kindjes die ik nog ergens gevonden heb. De oud-voorzitter van de VTB en een burgemeester van een niet nader vernoemde gemeente. Ja, oké, perfect. Ik zal het eventjes... Beste Ben, veel tripplezier gewenst tijdens het lezen. Voilà, bij deze. Alsjeblieft. Officieel. Hartelijk dank. Graag gedaan. Ik zal hem koesteren en goed lezen, meneer de burgemeester. Meneer de voorzitter, het was mij een waar genoegen. Ciao, hè. Tot de volgende keer. Griet, dit jaar dus, jullie 100-jarig bestaan. Wat staat er allemaal te gebeuren? Wel, we hebben natuurlijk deze expo, maar we zijn eigenlijk al aan het feest vieren sinds maart. Want er reizen twee cultuurcaravannetjes door heel Vlaanderen. Want we hebben op 140-tal plekken lokale groepen. En die organiseren rond die feestcaravan verschillende activiteiten. Zeg, en wat voor feestelijkheden zijn het dan? Is het dan DJ Reggie met waar zijn die handjes en zo? Zou kunnen, maar meestal wordt er gekozen voor lokaal talent. Een samenwerking met de academie of een lokale harmonie die komt optreden of zo. Okay. En er reist ook een cartoon-expo mee. Wauw. Maar er is nog één belangrijk detail dat we niet mogen vergeten. En dat is uiteraard de wandeling. Hè? Inderdaad. Als je dan toch naar Antwerpen komt van de zomer, doe dan meteen ook maar mee aan de wandelzoektocht die je hier aan het Zuiderpershuis kan starten. En je meeneemt op sleeptouw door de stad. Wat denk je? Zijn we weg? Goed plan. Voilà. Dan zijn we weg, hè? Ja. Kun je mij alleen nog even recht helpen? Ja, maar ik ben serieus. Ah. Oh. Beetje strekken. En waar is het? Naar daar. Naar ons. Ik ga naar daar. Oké. Dan welke vraag moeten we hier oplossen? Hier is nu geen vraag bij, maar we moeten van hier wat verder naar de Kloosterstraat. Ja. En daar is de volgende foto. Oké, Griet, we zijn nu begonnen aan het Zuiderpershuis, maar je kan eigenlijk kiezen waar je begint. Of hoe zit dat precies? Ja, je kan de zoektochtbrochure kopen aan het Zuiderpershuis, maar evengoed in het Steen of op het Centraal Station. En dan starten aan de Groenplaats. Naar onze expo wandelen in het Zuiderpershuis, de expo bezoeken en dan het tweede deel van de zoektocht doen. Strak plan. 5 kilometer? 5 kilometer, maar reken toch op een namiddag, want wat vragen zoeken, beantwoorden. Komt goed.
En wij moeten hier nu stoppen eigenlijk. Ja, denk het. Volgende, hè? Pleintje begin Kloosterstraat. Je ziet hier een standbeeld van een reizig figuur die op bezoek kwam in Antwerpen. In deze buurt zette hij grote voet aan wal. Peter de Grote. Hij werd hier met 2,55 meter afgebeeld. Dat is lichtelijk overdreven, hè. Maar wat is de vraag? De vraag is, in welk jaar kwam deze man naar Antwerpen? Dus ik denk dat we hier ter plekke moeten gaan zoeken. Hè? Misschien op zijn broek. Nee. Mm-hmm. Ah, voilà, hè. Hier zetten in 1717 de Russische, en de tekst gaat bij jou verder, Dagriet. Russische tsaar Peter de Grote voet aan de wal. Voilà. Als je wil, kan je nog wat meer over Peter de Grote te weten komen door de QR-code te scannen. Op verschillende plaatsen heeft Dina ter Sage een verhaaltje over Antwerpen ingelezen. Ja, voilà. Dina? Oh, Dina. Het is al zo lang geleden dat we elkaar gezien hebben. We moeten nog eens afspreken, trouwens. Oké. Okay. Open. Hop. Blitzbezoek van de Russische tsaar Peter de Grote. Een echte tsaar kwam naar Antwerpen. Hij bleef maar enkele dagen. De stad was vereerd met dit hoogbezoek en betaalde alle kosten voor zijn verblijf. Om te beginnen logeerde de tsaar in de Kloosterstraat. De straatnaam verwijst naar de vroegere Sint-Michielsabdij. Deze Norbertijner abdij bevond zich tussen de Schelde en de huidige Kloosterstraat. Volgende stop, het Heilig Huisken. Wat weten we hierover? Wel, op de hoek bevindt zich het café Heilig Huisken. Ooit was dit het enige gewone café tussen de vele bordelen. Vandaar blijkbaar de naam. Er waren veel bordelen. Hier. Hier. Een kabartoesje is een drankgelegenheid met een slechte reputatie. Waar dronkaards, hoeren en pooiers samenkomen. Schitterend. Wauw, en dat ligt dus in de Willem Lepelstraat. Omdat de klanten zo nu en dan al eens lepeltje lagen, zei je? Zou kunnen, vind ik niet in de brochure, hoor. Ik zal dat doen. Waar neem je me nu naartoe? Wel, naar een van de muurschilderingen. Want Antwerpen heeft heel veel murals. En we hebben van een aantal daarvan foto's gemaakt en in de brochure gezet. En de bedoeling is dat de mensen tijdens het parcours op zoek gaan naar die muurschilderingen en dan laten weten waar ze gevonden hebben. Zeg, en wat levert dat op dan? Wel, als je de 10 murals gevonden hebt en ook de 36 vragen hebt ingevuld, dan kan je misschien wel de hoofdprijs winnen. En dat is een reischeck van 1000 euro geschonken door Toerisme Vlaanderen. Mm-hmm. En we hebben daarnaast nog een prijzenpot van 5000 euro. Wow. Restaurantbezoeken, delicatessenpakket, rondleidingen. En voor die 1000 euro, hoeveel van die murals moet ik dan vinden? Je moet ze wel allemaal vinden en ook de 36 vragen natuurlijk. Hè? Dus... We gaan dat doen. Kijk, we gaan voilà. Dat doen, we gaan dat doen. Weten. Waarom niet? We zijn hier nu toch. Wel, om eerlijk te zijn, die expo en die wandeltocht van de cultuursmakers is echt wel de moeite. Maar ben je nu op zoek naar nog meer tips, dan hebben wij die verzameld in onze agenda. Cultuursmakers, hier in het Zuiderpershuis. Als je het zelf wil komen ontdekken, dan kan dat nog tot 2 september. Noteer het in je agenda, want daarna is het schluss over en out gedaan, uiteraard. Voor een volgende opstap trek ik naar het prachtige Heusden Zolder. Maar eerst nog even op de foto. Ciao, wat denk je? Foto, hè? Lachen, hè? Ja, maar.